Ik heb nog nooit van mijn leven kapsalon gegeten. Kan maar bestaat dat kreng al 20 jaar? 20 jaar. Ja. In Rotterdam uitgevonden? Ja. Ja, dat wist ik wel. Ja, en op zich wel erg grappig. Dat was al bij een snackbar. En die vent die had het een keer gemaakt voor zijn buurman die kapper was. En vandaar dat het ding ooit gewoon kapsalon genoemd werd. Zou je die dingen kunnen laten bezorgen hier op dit onchristelijke tijdstip? Nou. De bestelling is binnen. Ik kwam mij niet tegen. Ik zie komkommer, ik zie ui. De kapsalon, de nazi-schat onder de snacks. Moet jij nog een hapje? Ik ga niet uit hetzelfde bakje als Martijn vreten, want dan zit zijn DNA erop. Niemands DNA komt op mij of in mij.